zangeres Esti. Ik ben de Bieber van de kroeg. Donnie en Mart Hoogkamer. 130 op de veelstroom. En muziekgroep Criss Cross Amsterdam. Het zijn allemaal Nederlandstalige liedjes die het supergoed doen en in de Spotify top 10 van deze week staan. Hallo. Antoon scoort het beste. Zijn nummer Hello staat op 1 en is dus het meest beluisterd. Ja, super vet. Ik voel me vereerd en dankbaar dat het kan. Echt super vet. Ja, dat is natuurlijk het grootste compliment als een artiest om op nummer 1 te staan in je land. Antoon, zijn nummers scoren goed. Iets waar hij zelf ook heel erg zijn best voor doet. Ja, ik denk dat dat ook een beetje een combi is van, want ik schrijf alles zelf, ik produceer alles zelf. Dus de beat en de muziek die je hoort, die maak ik ook zelf. En ik denk dat mensen toch altijd het tofste vinden of zo, als een liedje gewoon, in plaats van een losse schrijver, een losse producer, een losse zanger, is gewoon alles wat je hoort komt uit mij. Dat de nummers van Antoon zo populair zijn, snapt muziekonderzoeker Aafje de Roest wel. Dat zit natuurlijk enerzijds in de sound. Het zijn superleuke melodietjes en het is heel erg catchy. Van de hotels vooraf, al de nacht zijn gelakt. En aan de andere kant zit het ook wel in de taal waarmee je verhaal wordt verteld, namelijk in het Nederlands. En omdat het in het Nederlands is, spreken de teksten volgens haar nog meer aan. Dit kunnen teksten zijn die echt over allerlei thema's gaan. Hè? Verliefd zijn, vriendschap, maar ook bijvoorbeeld familie. Daar kan het over gaan. Het gaat vaak over het dagelijks leven. Herkenbare teksten dus en een aanstekelijke beat. Daarmee heeft Antoon superveel streams gehaald en staat hij dus op 1, 2 en 3. Maar die cijfertjes voelen voor hem wel anders dan een echt optreden. Het is niet dat je nu als je nummer 1 staat opeens op je heel anders gaat voelen. Maar op het moment dat ik optredens heb en 3000 man die staat je liedje, dus hallo in dit geval ook mee te schreeuwen met z'n allen, dat is wel het grootste compliment. En dan merk je wel, oké, mensen kennen het liedje echt. Als mensen gewoon je liedjes meezingen, dat is het grootste compliment voor een artiest wat er is. Doe jij zijn...